Welkom bij deze livestream-uitzending van Open Joodse Huizen vanuit Sittard. Ik ben Jacques Emmens en ik hou me al 30 jaar bezig met vervolgingsslachtoffers in Limburg. Dit betekent 925 Joodse slachtoffers en 135 Sinti-slachtoffers. Ik ga iets vertellen over de familie Sasser, die woonachtig was op de Molenweg 10 in Sittard. Mijn relatie met dat gezin bestaat ook al ruim 25 jaar. Want ik schreef in 1993 een artikel over de Joodse begraafplaatsen in Sittard. En ik wil het met name ook hebben over Is Sasser, Isidor. Hij is namelijk de enige Joodse Sittardenaar die Auschwitz heeft overleefd. Ik wil verder erop wijzen dat de foto's die ik laat zien, dat die ook op uw gemak bekeken kunnen worden op de websites van Open Joodse Huizen, op de Stolpersteinen site van Sittard Geleen en ook op het Erfgoedhuis Weert. Ik wil u opvragen om met name ook opmerkingen en vragen te stellen. En die zullen we na afloop door mijn collega Bert Lijnsveld zal in toespelen. Voordat we gaan beginnen wil ik een heel kort introfilmpje laten zien die gemaakt is door mijn dochter Flora Lemmens als studieopdracht. En dat ging over passie. En mijn passie is geschiedenis. En dat zou ook iets zeggen over mijn drijfveren waarom ik me al ruim 30 jaar met deze materie bezig hou. Dit als intro om duidelijk te maken waarom ik me met deze materie bezighoud. Het blijven vertellen van deze verhalen, die zijn heel wezenlijk. Het mag nooit vergeten worden. Toen ik in 1990 het boek schreef over Joods Maastricht, kwam een oude Joodse man naar me toe. En die zei, je hebt de Joodse gemeente weer een gezicht gegeven. Want ze waren onzichtbaar geworden. En zolang we de namen blijven noemen van mensen die vermoord zijn, dat waren onze buren, en ze het liefst ook een gezicht kunnen geven middels een foto, dan wordt het ook niet vergeven. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ik wil nu graag even doorgaan op de Joodse slagersfamilie Sasser. Dit is de oudste foto die ik heb van deze familie en u ziet hier Isaac Sasser. Hij is de zoon van een Joodse slager uit Hülschraad. En Hülschraad is een klein dorpje nabij Neuss. Hij was getrouwd met Laura Winter. Daar heb ik ook een foto van. En zij is geboren in Korschenbroich, een dorpje nabij Krefeld. Dus u ziet twee huwelijkspartners afkomstig uit het Rijnland.
Je moet zich voorstellen, de huwelijksmarkt voor Joden in Limburg, die was beperkt. En de meeste Joden die kwamen in de loop van de 19e eeuw vanuit het Rijnland naar Limburg. Maar de moeder van Isaac, Eva Silbernberg, die is wel afkomstig uit Sittard. Want de Joodse gemeente Sittard, die is al behoorlijk oud. En om dat te illustreren, laat ik hier een kiddushbeker zien uit 1890. En die is bedoeld voor het 25-jarig ambtsjubileum van opperrabijn Judah Horowitz. En hij is dus geschonken door de Joodse gemeente Sittard. Want de banden tussen Sittard en Krefeld die zouden teruggaan tot 1525, volgens een chroniek van Potas die gaat over Sittard. De Sittard hoorde bij het hertogdom Gulik en de hertog die verstrekte geleitbrieven, soort van vergunningen, verblijfsvergunningen, waar Joden voor moesten betalen, maar dan mochten ze wel vrij vestigen en handelen. En deze is uit 1693 en daarom geeft de hertog toestemming aan 5 Joodse gezinnen om zich in Sittard te vestigen. Er zijn een aantal huissynagogen geweest. Het is wat moeilijk te zien, maar dat kunt u ook straks op gemak op de website terugkijken van Open Joodse Huizen, een plattegrondje van Sittard. In 1725 een huissynagoge in de Plakstraat. En daar stond in de muur, in het pleisterwerk, een inscriptie waar inderdaad wordt aangegeven dat de Joodse gemeente al 200 jaar in de stad gevestigd zou zijn. En de eerste huissynagoge zou in de Plakstraat zitten. In 1853 krijgt de Joodse gemeente een echte synagoge. Dus we zien hier de ingangspartij van de synagoge in de Plakstraat, gebouwd door aannemer Lemmens uit Beek, geen familie overigens. En u ziet hier het interieur van de synagoge, boven de vrouwengalerij en beneden de banken voor de mannen. Ik wil het met name ook hebben over Isidor Sassen. Isidor, Is in de volksmond genoemd, was de enige Joodse Sittardenaar die de vernietigingskampen heeft overleefd. Hij kwam terug uit Auschwitz. Hij had een broer, Albert. En die was bedrijfsleider bij een tricotagefabriek van een aantal andere familieleden van de familie Sassen. Namelijk Herman Wolf en Philip Silbernberg. De Weta heette die, dat kleine fabriekje. Albert die bleef vrijgezel. En toen de Joden geïsoleerd werden en ook niet meer naar de openbare school mochten, ging Albert de rabbijn helpen met lesgeven voor de Joodse klas. En u ziet hier de eerste vrouw van Isidor Sassen in het midden. Dat is de enige foto die ik heb. Dorothea Julia Alexander, afkomstig uit Gelsenkirchen. En linksachter staat Albert en rechtsachter staat Leup Lou, in de volksmond genoemd, de zoon van de rabbijn. Dit zijn de 2 kinderen van Isidor en Dorothea en dat zijn Ernst Jacob en Nathan Herman. Waarschijnlijk zijn die namen afkomstig vanuit de families. In ieder geval die van Nathan Herman, dat weet ik zeker. Dat is de Silbernberg-tak en daar komen die namen heel veel voor. Dus waarschijnlijk Ernst Jacob komt uit de familietak Alexander. En we zien hier opa en oma met de kleinkinderen in vrolijke, in betere tijden in de tuin van het huis Molenweg 10 in Ophoven. Hier nogmaals de ingangspartij met het Purimfeest uit 1941. En rechts zit de rabbijn op een stoel. Hij is op leeftijd.
Hij had ondergedoken kunnen zitten, maar dat wilde hij niet. Hij zei, ik wil bij mijn kudde blijven. En hij is met zijn vrouw afgevoerd naar Sobibor en vermoord. We gaan nog even terug. Want het gaat natuurlijk, na de isolatie krijgen we de deportaties. En voor Limburg zijn er eigenlijk twee belangrijke data. 25 augustus 1942 is de eerste grote deportatieronde. En de bedoeling was eigenlijk alle mensen onder de 60 jaar afvoeren. De familie Sasser werd niet gedeporteerd. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Isidor werkte als mijnwerker. En voor de Duitsers was de steenkolenproductie van wezenlijk belang. Dus ze lieten hun in eerste instantie met rust. De tweede belangrijke deportatie was op 8 april 1943. Alle mensen boven de 60 jaar. En hier ging het fout. De gehele familie Sasse werd opgepakt. Isaac, Laura en Albert die gingen meteen door naar Sobibor. En werden in mei 1943 vergast. De kinderen, kleinkinderen, Ernst Jacob en Nathan Herman gingen via Vught, via het kindertransport naar Auschwitz en werden ook bij aankomst gelijk vermoord. Isidor en zijn vrouw Dorothea die gingen dwangarbeid verrichten. En uiteindelijk bezweek Dorothea in maart 1944 deze uitputtingsslag. Isidor die overleefde. Hij had de verheffende taak als lid van het Sonderkommando om de lijken in de crematoria te stoppen en ze er uit te halen. Hij werd bevrijd door de Russen op 27 januari in Auschwitz. Zwaar getraumatiseerd keerde hij terug naar Sittard. Volledig berooid. Geen geld, geen huis, geen familieleden meer. Hij werd niet echt warm ontvangen door de gemeente Sittard. Hij kreeg een tweedehands pak en daar moest hij het mee doen. Want de Nederlandse overheid die wilde geen onderscheid maken tussen Joden en niet-Joden. Want dat hadden immers de Duitsers gedaan. Dus ze gingen volledig voorbij aan de situatie waarin deze mensen terugkeren. Isidor ging ook meteen weer aan het werk. Op 1 juli 1945 ging hij terug naar de staatsmijn Maurits. Daar hield men wel rekening met het feit dat hij natuurlijk hele zware jaren achter de rug had. Hij ging niet ondergronds, maar hij kreeg bovengronds licht administratief werk. En dat heeft hij ook blijven doen tot zijn vervroegde pensionering. Dit vind ik een hele trieste foto. Is die trouwt in mei 46 met een ander Joods weeskind. Rosalie Wijnbergen uit Eindhoven. Rosalie die was huishoudster voor de oorlog bij de familie Horn in Heerlen. En ze duikt onder bij het hervormde gezin Blok op de Heesberg in Heerlen. Gerrit Blok was leraar aan de ULO in Heerlen en een bekende verzetstrijder. Hij werkte nauw samen met dominee Pontier en met de NV-groep. En vele onderduikers hebben de oorlog overleefd dankzij de inzet van het gezin Blok. En Rosalie heeft ook na de oorlog de Yad Vashem-onderscheiding voor hun aangevraagd en ze is uiteraard ook toegekend. Rosalie's ouder en broer zijn ook vermoord. Daar zijn Stolpersteinen voor gelegd in Eindhoven. Zij gingen door, Is en Rosalie. En ze kregen twee kinderen. Dit is trouwens Rosalie Sasse Wijnbergen. Die uiteindelijk op 93-jarige leeftijd is overleden.
Dit zijn de twee kinderen uit het tweede huwelijk. Albert, vernoemd naar de broer van Is, en Annelies. Annelies had twee wensen. Dat is dat er stolpersteinen gelegd werden, struikelsteentjes, voor haar vermoorde familieleden. En een tweede wens was dat de naam en het verhaal van haar vader doorverteld zou worden. Dat heb ik gedaan. Er is een boekwerkje verschenen over Joods Geleen, want die heeft na de oorlog ook kort in Geleen gewoond. En daar heb ik ook een paragraaf besteed aan de familie Sassen. Het tweede huwelijk ook. Maar om het blijvend te maken, wilde ik een straatnaam vernoemd hebben naar Isidor Sassen. Hij, als enige overledene van de Joodse gemeente, zit daar. Als symbool van de verdwenen Joodse gemeenschap. En dat is uiteindelijk ook toegekend. Echter, er vindt op dit moment weinig nieuwbouw plaats. Dus het zit nog in de pen en we zullen moeten afwachten wanneer dat ook echt gaat gebeuren. Hier de steenlegging voor het huis Molenberg 10 in aanwezigheid van Annelies en haar tweede man André Babel. Een hele emotionele gebeurtenis. En ze was dankbaar. Uiteindelijk stierf Rosalie Wijnbergen in 2008. En Annelies plotseling vorig jaar november 2019 aan kanker. De cirkel is rond. En aan ons de taak om dit verhaal blijvend te vertellen. En dat doen we dus ook via websites zoals de Stolpersteinen en nu ook met Joodse open huizen. Ik denk dat we nu kunnen overgaan naar de vragen die mijn collega Bert mij zal toespelen. De eerste vraag is eigenlijk, hoe ben je zo gekomen tot jouw interesse rond Joden en Sinti, zeker de laatste jaren? Ik zal de vraag even halen. Waar komt eigenlijk mijn drijfveer vandaan om me bezig te houden met Joden en Sinti? Dat is best wel een bijzonder verhaal. Ik ben als 12-jarig jongetje naar Israël geweest. Naar de Yad Vashem in Jeruzalem. En dat heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt. En ten tweede, ik kom uit een klein dorpje, nabij Sittard, Grevenbicht. En daar hadden we twee minderheden. De Joodse slagersfamilie Kronenberg en de Sinti-familie Steinbach. Van Settelaar Steinbach. Het meisje met de hoofddoek. Het iconische beeld. Het meisje met de witte hoofddoek. En dat verhaal is onbekend. En dat moeten we blijven vertellen. En dat heb ik eigenlijk toch een beetje als mijn levenswerk opgevat. Dat is een vraag. Kun je iets meer vertellen over de tijd van Isidorus in Auschwitz? Er was ook iets van een zonderkommando. We hebben het volgende keer opgebouwd. Kun je daar een toelichting op geven? Over de tijd dat Isidor in Auschwitz was, is niet heel veel bekend. Zowel Isidor, die was heel zwaar getraumatiseerd en die heb ik dus nooit kunnen spreken. Maar zijn dochter, die heeft me dan wel mondjesmaat iets kunnen vertellen. Maar ook zij was heel erg getraumatiseerd. Dus over die periode in Auschwitz en hoe die terug is gekomen vanuit Auschwitz naar Sittard, daar weten we eigenlijk niks van af. Maar hij was zo getraumatiseerd, dat heeft Annelies me verteld, dat hij niet kon lachen meer na de oorlog. En eigenlijk het ook niet zo goed kon verdragen als Annelies of Albert lachten. Het is überhaupt voor mij bijna niet te bevatten hoe mensen na deze verschrikkingen de draad weer hebben kunnen oppakken. Het is vreselijk.
We hebben een vraag van Remco van Maaskantreus. Kun je iets vertellen over de kindertransporten? Nou, die kinderen die gingen vanuit Vught apart. En daar is meer op over bekend. Dan zult u toch ook even naar de website van Vught moeten gaan. Daar is wel meer over bekend. Die foto's zijn ook daar op de website te zien. Je hebt al die families die je nou net hebt genoemd, allemaal persoonlijk gesproken. Ja, laat ik zeggen, de nog levende Sittardse families, maar trouwens de Limburgse families en mensen die me in de loop van die 35 jaar ook benaderd hebben, die heb ik actief benaderd. En dat komt ook met name omdat ik dus een aantal publicaties heb geschreven, waardoor die drempel heel laag is geworden om over deze hele moeilijke materie, want het doet altijd enorm veel pijn en verdriet. Er zitten heel veel emoties achter. Maar omdat ik zelf niet Joods ben, heb ik toch wat meer afstand en kan er ook echt iets mee doen. Wat doet het je persoonlijk? Ja, elk verhaal raakt me heel erg diep. En ik probeer dat toch om te zetten. Kijk, ik heb ook over de Joodse onderduikkinderen een expositie gemaakt. 7 jaar geleden hier in Weert, toen ik gemeentearchivaris werd. Er is in Weert nooit een Joodse gemeente geweest. Maar daar bleek wel in het archief van het Militair Gezag een lijstje te zitten dat er 10 Joodse kinderen hier in Weert hadden gezeten. En daar heb ik een mooie expositie over gemaakt. Ik heb actief nog levende kinderen opgespoord. Die leven inmiddels allemaal niet meer. Ik heb die ook uitgebouwd. Die is rond gaan reizen door de provincie. En in elke stad waar die kwam zijn nieuwe verhalen toegevoegd. En inmiddels heeft die expositie meer dan 50.000 bezoekers getrokken. En vorig jaar heb ik ook nog een andere expositie gemaakt voor in de synagoge in Meersen. Over 8 eeuwen Joods leven. Dus die duizenden afbeeldingen die ik in de loop der jaren heb verzameld, daar heb ik wel iets mee gedaan. Kun je nog heel even halen waar mensen wat meer informatie kunnen krijgen? Dan gaan we langzaam naar de laatste vraag toe. Informatie is heel veel informatie. Die staat, alle artikelen en boeken van mij die staan online, zowel bij de Stolpersteinen als bij het Erfgoedhuis Weert. Er zijn ook interviews, er zijn filmpjes. Ook een hele mooie bar mitzwa film van de familie Wolf Zilberberg, waar ook de familie Sassen in voorkomt. Een authentieke film uit 1942. En het meer bijzonder daarvan is dat een paar maanden later de deportaties beginnen. En het merendeel van de mensen in die film zijn vermoord. Dat is een vraag. Kun je iets meer vertellen over de inhoud van de exposities, met name van de Joodse onderwijskinderen? Dat is moeilijk om dat in het kort te doen, maar de opzet is iedere keer iets vertellen over het eigen gezin, over het onderduikgezin en hoe men hun oorlogservaringen heeft verwerkt. En heel veel van de mensen hebben daar op een kunstzinnige manier iets mee gedaan. Ze hebben er schilderijen van gemaakt, beeldhouwwerken, soms over geschreven. Ik heb een aantal ook geholpen met het publiceren van die verhalen. En u kunt het merendeel van de informatie terugvinden op de website van het Erfgoedhuis Weerden. Dan moet u gewoon zoeken op Joodse onderduikkinderen. Komt die expositie nog een keer terug? De Joodse onderduikkinderen weet ik niet zeker. Die hebben we nu toch 7 jaar in de lucht gehouden. Ik denk wel over Herman Zilberberg specifiek, dat we daar met die schilderijen nog iets gaan doen. En de Sinti's, dat is natuurlijk een ander verhaal, want dat is de vergeten Holocaust. En dat heb ik vorig jaar gemaakt. En die, daar is heel veel vraag naar om daar die op meerdere plekken in Limburg nog te laten zien. Dat ga ik zeker doen. Laatste vraag. Hoe ziet jouw dag er voor vandaag uit? Vandaag is gedenken en herdenken. Dus ik ga zelf dadelijk ook kijken naar het vervolgverhaal
van de meneer in Den Haag. Om 12 uur komt er een nieuw verhaal. Ik ga naar de dodenherdenking natuurlijk kijken. En het laten bezinken. En kijken wat je met dat verdriet, hoe je dat op een positieve manier weer kunt gaan inzetten voor nieuwe verhalen. Want het onderzoek wat ik doe, dat houdt nooit op. Toch nog even een hele belangrijke vraag, denk ik toch wel. Met name hier Düsseldorf, om daar heel even op terug. Is er geen onderscheid gemaakt tussen de Joodse en andere Nederlanders die terugkeren uit, aan Nederlanders, zeg maar, niet Joden, toen ze terugkwamen uit concentratiekamp? Ja, maar dit is een onvergelijkbare situatie. Er zijn uiteraard ook verzetstrijders die terugkomen, maar daar is niet de hele familie van uitgevoerd. En dat is bij Joden vaak het geval. En degenen die dan overleven, die dan nog belastingaanslagen krijgen van andere familieleden uit 1942, 43, 44, 45, dat ze met terugwerkende kracht die belastingen moeten betalen. Dat is zo navrant. Onverteerbaar hoe de Nederlandse overheid daarmee omgesprongen is. Daar heb ik ook meer over geschreven in het boek Joods Leven, Joods Maastricht uit 1990. Daar staan schrijnende gevallen van antisemitisme die er vlak na de bevrijding zijn geweest. Ik wil u bedanken voor de aandacht. Morgen de volgende. Is het klaar? Op te slaan. Oké, ik ben buiten beeld.